Het is wel eens drukker geweest met Duitsers in Enschede. Maar op deze donderdag 1 november, Allerheiligen, zijn er toch weer velen de grens overgestoken. Weil wir Holland sehr schön finden. Wir sind öfter hier. Und dann essen wir Kibbeling mit meinen Geschwistern. Die sind auch alle dabei. Pannenkuchen auch? Yes. Ja. Die Pannenkuchen sind nicht bekannt in Deutschland. Doch, auch, aber hier schmecken sie noch besser. Für die Deutschen kommen wir vandaag extra naar de markt, absolut. Wie weit haben Sie gefahren heute Morgen? Über eine Stunde. Aber das lohnt sich. Wir finden es schön. Wir finden Holland überhaupt sehr schön. Wir haben heel veel te bieden. Het is inderdaad een nationale feestdag voor de Duitsers. En dat is altijd een dag waarop de winkels zijn gesloten in Duitsland. En gaan natuurlijk de Duitsers om zich heen kijken. En dan kom je al snel bij Enschede terecht. Omdat wij hier op dit moment een prachtig winkelaanbod hebben. Hollanders die bakken thuis lekker pannenkoeken en die komen lekker een visje eten. Dus ja, dat zijn de Hollanders, hè. Mag ik een vis? Het zijn dus met name de Duitsers die een pannenkoek of wafel komen halen. En dan kan het zomaar zijn dat ze gereageerd hebben op de campagne die in Essen, in het Ruhrgebied, is gevoerd. We doen daar al een tijd lang online campagne, maar in het straatbeeld is een afgelopen jaar een tram bestikkerd geweest. Waarin duidelijk werd vermarkt dat Enschede een hele mooie winkelstad is. We hebben hier feiertag, we brauchen niet arbeiten, dan kunnen we allemaal naar hier komen om bummelen. Shoppen, shoppen, shoppen. Weiter niks.